In Assen zijn ze van plan om een outletcenter te gaan bouwen buiten het stadscentrum. Hier in Lelystad hebben ze dat een tijd terug al gedaan, met alle gevolgen van dien. Er is hier in de binnenstad een afname van bezoekers. En in ieder geval geen toename. En als je dat kijkt hoe de bevolking in Lelystad gegroeid is de afgelopen 10, 12 jaar. Dat is met ongeveer 30.000 mensen. Zou je verwachten dat het stadshart veel drukker zou moeten zijn. Maar niets is minder waar. Kijk om je heen. Het is uitgestorven. Toen hier het outlet sprake was dat het hier zou komen, was er heel veel protest vanuit winkeliers. Persoonlijk had ik daar niet zo heel veel moeite mee, mits het elkaar maar kan versterken. Alleen de gemeente heeft bij het verlenen van een vergunning er totaal geen condities aan verbonden. Dus ze kunnen doen en laten wat ze willen. En ze hebben dus gewoon niks te maken met het stadshart van Lelystad. En dus daarom heeft het voor ons eigenlijk geen toegevoegde waarde. Als er een betere samenwerking was geweest en dat ze het elkaar kon versterken, dan was het heel anders geweest. Bataviastad stad heeft ook heel wat horeca, van mooie restaurants tot McDonald's. En is er dus op geënt van begin tot eind te faciliteren, tot en met het hapje en dan weer naar huis gaan. Dus men verteert ook daar en gaat daarna weer naar huis. Dus ook op dat punt, ten aanzien van de horeca, zien we, ja, niet is zoals al groot woord zijn, maar weinig mensen vanuit Bataviastad naar het centrum komen om hier nog eventueel een hapje te eten. Zondag is daar een hartstikke drukke dag in Bataviastad. Dus dan zou je verwachten, nou, als mensen doorgaan naar het stadscentrum, puur om ook maar even te kijken of zo, van goh, hoe ziet Lelystad eruit, dan zou je wel traffic in je winkel verwachten. Want wij zijn op zondag een van de weinige zaken die open zijn overdag. Maar niets is minder waar. Er is gewoon geen doorloop van Bataviastad naar het stadshart van Lelystad. Mensen gaan gericht naar zo'n outletcenter, gaan daar kijken voor merkproducten en zijn weer weg. Dus het is nog geen 1% wat in het stadshart gaat winkelen. Het enige waar het enigszins van profiteert, dat is Rosmalen, omdat daar de outlet tegen het stadcentrum aan ligt. Dus dan heb je die doorloop wel. Maar ik kan me niet voorstellen dat als het dezelfde opzet als hier, dus een aantal kilometer uit het stadshart, dat het stadshart daar dan van zou profiteren. Dat kan ik me niet voorstellen. We zeggen niet dat outlet verkeerd is. Alleen, je moet de juiste verbinding zoeken met je stad. En dat betekent als je het in een andere gebied zet of buiten je stad, dus buiten je kern, dan komt je centrum onder druk te staan. Mijn huurcontract loopt af in 2016 en zoals het nu staat vertrek ik uit Lelystad. Ja, de winkeliers worden hier zwaar benadeeld. En grote winkels die zitten echt in zwaar weer hier in de binnenstad. Als dat er niet had gezeten, dan zou je 2,5 keer zo druk hebben in je winkel. En dat wil dus niet alleen zeggen je winkelier, maar uiteindelijk, als de leegstand op die manier bevordert, komt ook je vastgoed onder druk te staan. Niet alleen je vastgoed zakelijk, maar ook uiteindelijk je woningen. Met een hele simpele reden, als de centrums of straten leeg zijn, zijn die woningen ook niet meer interessant. Gevaar is dat je stad leegloopt, slechts verpauperd. En wij zijn het hier juist aan het oplossen. Wij zijn juist hier met alle eigenaren, retailers, gemeenten, kijken hoe we dat kunnen oplossen en hoe we dat kunnen aanpakken. En het zou jammer zijn als een andere stad dezelfde fout weer maakt.